Hi, ik ben Sophie en ik ga jullie uitleggen hoe de 3-doelen start werkt. Dit is de USB-kabel die de pen oplaadt. Je kunt hem aansluiten aan je computer of laptop om hem op te laden. De mijne is al opgeladen, dus ik kan hem eraf halen. Schuif de aan- en uitknop naar boven om hem aan te zetten. Het lampje is al rood. Het duurt ongeveer 30 tot 40 seconden totdat de pen is opgewarmd. Het lampje is nu groen. Als het lampje oranje wordt, is de pen bijna leeg en moet je hem opladen. Als het lampje van de pen groen is, pak je een plastic kleurstaafje. Duw deze in de achterkant van de pen totdat je voelt dat hij vastgeklemd zit. Nu kun je beginnen met doodelen. Om te kunnen tekenen druk je één keer op de oranje knop. Druk nog een keer en dan zal hij stoppen. Om een plastic kleurstaafje te verwisselen, dubbelklik je op de oranje knop en het staafje komt eruit. Dus nu druk ik één keer op de oranje knop om te gaan beginnen. Ik moet alleen even wachten totdat het plastic staafje door de pen gaat. Als het plastic staafje er niet doorheen komt, druk dan even tegen het staafje totdat hij erdoor komt. Nu ga ik je laten zien hoe je in de lucht kunt tekenen. Zet de 3-doelen start eerst aan en teken een lijn over het papier. Teken nu een lijn lucht in en stop de pen. Nu het afkoelt, trek je de lijn nog meer omhoog en wacht een paar seconden. Je kunt nu met je vingers figuren aanbrengen als je dat wilt. En als je klaar bent, trek dan de pen omhoog. Als je klaar bent met de 3-doelen start, dubbelklik je op de oranje knop, zodat het plastic staafje er weer uitkomt. Het is beter om de staafjes eruit te halen als je niet met de pen speelt. Bekijk onze andere video's om meer te leren over de 3-doelen start. Dit was Sophie. Tot de volgende keer!